Ja. 10 april mei. Mei. Het is 10 mei. Dat weet ik uit mijn hoofd. Nou, dat komt omdat mijn zuster mij verteld heeft. En Pieter van Lier. Dat ik gisteren weer gezegd heb dat het april was. Het is mei. 10 mei. Weet je wat wij gedaan hebben vandaag? Nou, niet gemetseld. Dat is fijn, hè? Ja, kijk. We hebben staal gelegd. Ja, een stukje staal van hier naar daar. Dat was de ochtendgymnastiek hedenmorgen. En een stukje staal van daar helemaal naar daar. En een stukje staal van daar naar verderop. En waar is dit stukje staal nou voor? Dit hele zootje. Ellendige hoeveelheid, vreselijke zware staal. Is alleen maar omdat hier een buitenmuur moet komen. Ja, want dit is de binnenmuur. Dus hier komt nog een buitenmuur. Ongeveer zo hoog. Ja, en die ben stilgestaan. Ik ook niet hoor. Maar ik zei het gisteren al. Mijn steuner onverlaten Heel Wilbert, die weet het allemaal uit zijn hoofd. Dus, en dit zijn lippen en daar komen dan de balken op. Dus hier komt een balk en dan 61 centimeter verderop weer een. En dan ook wap, die kant op. En dan ook wap, die kant op. En toen hebben we even lopen kloten. Of ja, daar stond Wilbert de hele tijd na te denken. En toen hebben we toch het hele zootje een stukje die kant op geschoven. Want dan past het in de werkplaats beter met de balken. Anders kwamen we geloof ik precies op een muurtje terecht. En nu komen we precies naast het muurtje terecht. Ja. Dus al de uren dat de man op dinsdag op zijn kamertje opgesloten en gezeten heeft. Om dingen van tevoren te regelen en uit te rekenen. Nou, dat betaalt zich vandaag dus terug. Want, wat hebben wij nog meer gedaan vandaag? Ja, jullie dachten dat dit het was. Nou, vergeet het maar. Want we hebben ook profielen gesteld. En profielen gesteld, denk je dan? Ja, profielen gesteld, zeg ik dan. Wat voor profielen? Nou, die groene paaltjes hebben wij gesteld. Kijk, hier staat er bijvoorbeeld eentje. Ja, en daar staat er bijvoorbeeld ook eentje. En daar staat er... Ra, 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 waar is dat voor? Juist, voor de buitenmuur. Dus hier komen straks allemaal... Kijk, dit is weer het meterpeil. Dit spiekertje. En er komen dus weer... streepjes op. En elk streepje is dan een laag bakstenen. En toen is Wilbert gaan... Hier is het originele meterpeil. Dat was hier afgetekend. Heeft hij daar zijn laser neergezet. En toen is hij gaan piepen. Helemaal rondom gelopen. Dus hier meterpeil neergezet. En toen is hij weer... Heeft hij hem daar neergezet. De laser weer afgesteld, bla 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 bla. En toen is hij helemaal rondgegaan, zat er 4 mm tussen daar. En dat wil jij. Dus dan kan je toch wel zeggen dat dat redelijk geslaagd is. Nou, kijk nou. Ook dat nog. We hebben ook een kozijn geplaatst. Ja. Mooi, hè? En ook dit heeft zich weer uitbetaald. Want de man heeft natuurlijk hier zich ook helemaal scheel lopen rekenen. Kijk. Zit dat mooi recht of zit dat mooi recht? Nou, hier komt dus een gipsplaatje tegenaan. Daar wordt dan tegenaan gestuukt. En dan is dat mooi afgewerkt. Nou, en omdat dit een doorlopende muur is... kan je hier dus geen stuukplaatje kwijt. Ja, dat kan wel, als je het verkeerd bedenkt. Maar hij heeft het dus zo bedacht dat je hier gewoon tegen... Kijk, er zit meestal een centimeter stuukwerk op. Dus nou wordt het mooi tot hier gestuukt. Is mooi afgewerkt dan. Ja... En, en de vloer wordt, dan moet ik hem even onderhouden. Die komt ongeveer tot hier. Dus het drempeltje als ik ooit in een rolstoel zit, is maar 2 centimeter. Nou, zo is dat allemaal bedacht. Nou, en dan heb je hier het touwtje. Ja, en dan komen de stenen, die komen dus tot hier gemetseld. En dit stukje heet de negge. Negge. N-E-G-G-E. Negge. Dat is een negge. Niet vergeten, hè? Want ik ga je er een keertje over horen, hoor. En tot mijn stomme verbazing was het hier ook precies 8 centimeter. Ja. En als wij een duimstokje houden tussen de muur en het touwtje
Stel, we spannen een touwtje tussen hier en daar. Dan is het van daar naar daar. Van de binnenmuur naar het touwtje, precies 38. En van daar naar daar ook precies 38. Kijk, hier hebben we een beetje moeten smokkelen. Dus hier komen de baksteentjes net even iets over die andere steen heen. Maar kan geen kwaad. Nou, dat hebben we gedaan vandaag allemaal. Prachtig weer gehad, overigens. Vanmorgen was het een beetje fris. Maar de hele dag zon. Ja, hartstikke blij. Jongens, morgen ben ik er niet. Morgen ga ik even recupereren, want ik had vreselijk pap in mijn poten vandaag. Dus ik zie jullie vrijdag. Doei.